Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe e-workshop op de maandagavond van Neil Talk Live. En vanavond gaat het over seduction in zijn volledige breedte. Dus het productassortiment zelf, hoe kun je dat product toepassen bij jou in een salon gedurende de dagen voor kerst. Mooie home spa treatments die jij kunt aanbieden aan jouw klanten die zij dan cadeau kunnen geven. Dus het wordt een avond in het teken van de verzorging van de hand. Waarom verzorgen we de hand? Waarom is dat nodig? Waarom is seduction nou bij uitstek het product om daarvoor te gebruiken? En hoe kun je de behandeling in stukjes hakken die jij dus eenvoudig kunt toepassen bij jouw salon? Want we horen best wel vaak de opmerking, ik vind het heel moeilijk om manicurebehandelingen te verkopen. Dus we willen het wat toegankelijker maken, wat dichter bij jou, wat dichter bij jouw salon en wat dichter bij jouw klanten dus uiteindelijk. Verder heb ik natuurlijk ook de winnaars vanavond van de e-workshop van 2 weken geleden. Dat zijn de winnaars van Magda's Vampcat e-workshop. We hebben 3 hele leuke winnaars die het ook echt hebben verdiend. Magda was wild enthousiast. Ik ga jullie vertellen welke e-workshops je allemaal kunt verwachten in de maand november. En natuurlijk ga ik jullie ook nog wat vertellen over het event. We hebben dus best veel te doen, dus ik denk dat ik dan maar moet gaan beginnen. Ja, ik zie dat jullie allemaal weer mee zitten te kijken. Mocht je nou vragen hebben, schroom niet ze te stellen. Hè? Ik hou de comments bij en ik zet dat dan door voor jullie. Naast Studio Maaike zegt, jee, voor het eerst live aanwezig. Je kijkt altijd terug op YouTube. Nou, hi Maaike, wat leuk dat je er vanavond bij bent. Live is toch altijd in ieder geval voor onszelf net even wat spannender dan via YouTube. Hoewel YouTube wel een geweldig medium is om terug te kijken. Vergeet ook zeker niet de e-workshops van Cheryl terug te kijken over het gebruik van seduction. We hebben er 2 gedaan, daar eentje waarin beide keren de hele behandeling centraal staat. Nou, ik heb haar naam natuurlijk al genoemd. We hebben natuurlijk de Queen of Inlay, we hebben de Queen of Nail Art, maar dit is dan misschien wel de Queen of Business en de Queen of Seduction. Ik geef het woord aan Cheryl, want wat kunnen wij vanavond verwachten? Hallo, welkom allemaal. Vanavond weer helemaal in het teken van de Seduction manicurelijn. En natuurlijk niet weg te denken in de salon. Maar we krijgen ook heel vaak de vraag, waarom nou seduction in plaats van een andere manicurelijn? Nou, en wat heel belangrijk is om te weten, als jij seduction hebt in de salon, is dat dit product speciaal ontwikkeld is voor de nagelbranche, door de nagelbranche. Dus er is specifiek gekeken naar wat heeft de huid van de hand nu exact nodig en natuurlijk de nagel en daarop gespecialiseerd is deze manicurebehandeling helemaal opgebouwd. En dat maakt dit product al meteen uniek. Nou, ik ben erg benieuwd of dat jij seduction al hebt staan in de salon en of dat jij het ook al verkoopt. En als je ergens tegenaan loopt, zet het eventjes in de comments, want dan kunnen wij er vanavond helemaal op in gaan spelen. Wat vanavond centraal staat, is niet de behandeling van A tot Z, maar eigenlijk in stukjes gedeeld. Ik krijg namelijk vaak de opmerking dat men zegt, ja, maar ik verkoop deze behandeling eigenlijk helemaal niet. Daar gaan we in de eerdere 2 afleveringen van de seduction al helemaal op in, hoe je dat kunt ombuigen. Heb je er ook vragen over, gaan we er zeker nog vanavond verder op in. Maar vanavond ga ik juist een aantal onderdelen laten zien van hoe je het in kleine stukjes kunt aanbieden en hoe je de klanten toch mee bekend kunt maken. Oké, ik hoor net van de regie dat we de link van de vorige show op de YouTube, dus de YouTube-link in de comments gaan zetten, zodat mensen dat makkelijker kunnen terugkijken. Maar we kunnen het ook even losposten in de groep natuurlijk. Dat is wel zo makkelijk natuurlijk, voor iedereen die dat wil zien. Nou, mensen schakelen in, Karin is er, Luelle is er, Gemma is er, Cindy is er. Nou, we zijn allemaal helemaal into seduction. Natuurlijk, Cheryl, jouw stem is nog een klein beetje schor, maar we wilden het natuurlijk niet nog een week uitstellen, hè? Nee, hopelijk komt er geen hoestbui voorbij. Een klein beetje een schorre stem inderdaad, maar dat blijkt erg sexy te zijn. En dat past natuurlijk helemaal bij seduction. Gelijk even inspelend op die huid. We gaan natuurlijk de koudere periode in. En bij een koudere periode merk je dat je binnen lekker warm zit en buiten wat kouder is. En bij die grotere temperatuurverschillen, dan heeft dat ook effect op de huid en ook op de nagel. En daar gelijk op inspelend, dan heeft de huid dus ook wat extra verzorging nodig. Wellicht voel je het ook al wanneer je uit de douche vandaan komt, dat de huid een beetje trekkerig aanvoelt. Zodra je dat gaat voelen, dan wil de huid extra gehydrateerd worden. En de hydratatie doe je zowel van
binnenuit, dus door goed te drinken en lekker kopje thee. En maar ook van buitenaf. En dat betekent smeren, smeren en nog eens smeren. En daarmee doe je natuurlijk de huid extra goed hydrateren. Ja, wat wel grappig is, Lidie zegt net in de comments, ik maak zeker gebruik van Seduction en verkoop het ook. Ik merk wel dat het in de koude dagen beter verkoopt. En ik heb een hele grappige tip van Cora. Zij heeft altijd de Mini Intense Cuticle Cream in haar tas om te verkopen. Er is altijd wel iemand die klaagt over haar nagels. Dus dat werkt top. En ik moet je misschien niet Queen of Seduction noemen, zegt Irene Vossen. Dat klinkt inderdaad misschien een beetje gek. Ik ga iets anders bedenken. Nou, mooi ook dat Cora zegt dat het altijd bij zich heeft. Want op die manier kun je heel mooi inspelen op wat de klant jou aangeeft. En het klantensignaal is heel belangrijk hierin. Dus zodra de klant zegt, oh, mijn handen zijn zo droog of mijn nagelriemen zitten zo vast. Dat is eigenlijk gelijk het punt waarin jij dan erop inspeelt wat je daarvoor kunt gebruiken om dat tegen te gaan. En zo werkt de verkoop dus ook eigenlijk. Je gaat in op de pijn of de fijn van de klant. In dit geval een ongemak, dus bijvoorbeeld een vastzittende nagelriem. En jij hebt daarvoor die oplossing. En op die manier voelt het ook niet als verkoop, maar in een adviserende rol dat je de klant ook iemand helpt, wat natuurlijk ook zo is. Daarbij heb je soms wat extra uitleg nodig. En die uitleg laat ik ook altijd specifiek zien in de salon. En vertellen over het product is dus ook echt heel belangrijk. Dan komt het kaasverhaal daar weer in terug. Het verhaal waarbij we zeggen, als je het niet hebt over kaas, kun je het ook niet verkopen. Als je het niet hebt over Seduction, dan kun je het ook niet verkopen. Want een klant koopt alleen maar iets wanneer ze weet dat het er is. En als ze niet weet dat het er is, dan kan ze het ook gewoon niet aanschaffen. Ga ik gelijk door naar de eerste tip die ik Ik zit erover na te denken. Het is al een hele goede tip, hè? Laat het weten dat het er is, want anders gaat jouw klant er niet om vragen. Dus het is ook niet voldoende. Cheryl, weet je hoe ik dat vroeger deed toen ik begon met mijn eerste salon? Vertel. Nou, ik ging naar een open dag ergens en ik heb me helemaal kapot gekocht aan allemaal displays met lotions in allemaal verschillende geuren. Hele mooie display, helemaal mooi neergezet, helemaal mooi neergezet. En ik vertelde er nooit over. Ik sprak er nooit. Als iemand vroeg, wat is dat, zei ik wel, dat is een hele goede lotion. Maar ik maakte het niet een standaard onderdeel van mijn behandeling. En ik denk dat heel veel mensen daar dat ook een beetje van nature doen. Dus goed luisteren naar wat dat klantsignaal is wat jouw klant geeft. En dan heb je meteen gesprekstof. Dat heb ik intussen wel van jou geleerd. Ja, dat. En ook vooral visueel maken. Laten zien wat er gebeurt. Dat het logisch wordt voor de klant. Want als je het visueel maakt, dan begrijpt de klant het ook. En dan weten ze ook gewoon waarom ze iets nodig hebben. En dat doe ik simpelweg met hele simpele dingen. Ga ik je nu laten zien. Het eerste onderdeel is bijvoorbeeld een boomstam. Dit haal je bij de Action als decoratiemateriaal. En dit boomstammetje, dat vergelijk ik eigenlijk altijd met de natuurlijke nagel. De natuurlijke nagel is namelijk ook poreus. Die neemt water tot zich wanneer je gaat douchen of de handen wast. En dat droogt dan weer in wanneer je lekker bij de verwarming zit. En natuurlijk wanneer die verwarming wat hoger gaat, dan gebeurt er wat meer. En dan zie je ook, hè, wanneer het dus droogt, dan kan daar wat makkelijker een barsting komen. Je ziet bijvoorbeeld hier ook al die jaarringetjes. En deze jaarringen die vergelijk ik eigenlijk ook met de nagelplaat. Want de nagelplaat bestaat namelijk uit 100 tot 150 cellaagjes. En al die cellaagjes die komen in beweging. Die nagel die werkt dus. En die werking vergelijk ik altijd met een houten plankje. En je kunt je voorstellen, als dit houten plankje helemaal nat wordt en weer droogt, dan krimpt dat, dan buigt dat een beetje en kan dat scheuren. En wat heeft zo'n plankje nou nodig om dat tegen te gaan? En uiteraard is het antwoord daarop olie. Nou, wat gebeurt er nou bij de klant? Als ik dan eventjes mijn model erbij haal. We hebben dan een kunstlaagje op die natuurlijke nagel zitten. En dan merk je heel vaak dat aan de onderkant de natuurlijke nagel wat lostrekt aan die zijkanten. En dat komt dus omdat die nagel als het ware werkt. Hè? Dus die zet uit met water erin en die trekt weer terug wanneer het dus droogt. Maar het kunstlaagje, dus de acrylaat, want alles zijn acrylaten, dat beweegt daar niet aan mee. En dan pang, dan trekt die als het ware los. Nou, hoe kun je dat voorkomen? Simpelweg door te oliën.
En wanneer je dan olied, dan kan het water daar niet inkomen. Dus heb je ook niet die werking van dat open en dichtgaan en het open en het dichtgaan. Nou, en wanneer je dat bij een klant naar voren kunt halen, dan snapt zij ook het belang van de olie en dat het dus ook echt helpt. Zeker bij die klant die heel snel lifting heeft, zeg ook maar gerust, nou, dit is de oplossing om lifting tegen te gaan. En dan blijft de nagel ook veel beter bij jou zitten. En zeker dat zo'n klant dan de olie wil hebben, omdat hij natuurlijk geen lifting wil krijgen, want dat is vervelend. En een loskomende nagel willen we natuurlijk ook niet. Ik heb even een vraagje tussendoor. Welke kleur heb jij zelf op je nagels? Die vraag hadden we natuurlijk kunnen verwachten van Carolita. Ja, zeker. Ik zelf of mijn model? Jij zelf. Ik zelf heb een laagje, dat is de blushes, de classy. Daar overheen heb ik één laagje Delicate Orchid. En daar zit de Golden Flakes overheen. Oh, zijn het Golden Flakes? Yes. Die heb ik aangebracht met de Fluffy Brush. Oh, mooi. Nou, ik ga weer ietsjes uitzoomen, hè? Voor net een wat extra touch, ja. Simpel en snel, zeg ik altijd. En ja, ik hou toch van nude. Ik blijf daar maar weer op terugkomen. Als je de nagel zelf gaat olieën, leg een klant ook uit hoe ze die nagel moeten olieën. En wellicht weet je al dat de beste manier is om de vingertop op zijn kop te houden. En dan dus inderdaad de olie toe te passen onderaan die nagel. Nou, en wat het fijn is van de Seduction Oil is het pipetje. Ook dat is eigenlijk al een onderdeel dat je het makkelijk kunt verkopen. Dus niet met een kwastje, maar met een pipetje. Je laat de olie naar beneden toe lopen. Dan loopt die mooi tegen die nagelriemlijn aan. En je laat het de klant naar de rand inpoetsen. Onder de huid. Want bij het begin van die nagel, hier zit het witte halve maantje, de lunula. En dat zijn nog levende nagelcelletjes. En daar neemt de nagel ook het snelst de olie op. Dus dan trekt het makkelijk naar binnen toe. En zeker in de wintermaanden eventjes de tijd laten geven om dit in te masseren. En dit is een dagelijks iets om te voorkomen dat die nagel loslaat. Ja, en Gemma zegt al in de comments dat zij adviseert twee keer nagelriemolie te gebruiken in de zomer per dag en drie keer per dag in de winter. Perfect. Dat is een heel goed uitgangspunt. Mm. En Jacqueline Berg vroeg toevallig, misschien een rare vraag, moet je alleen de nagelriemolie of ook onder de nagel? Nou Jacqueline, je hebt net zojuist het antwoord gezien. Dat kwam heel erg mooi uit. Ja, juist ook onder die nagel, omdat die daar als snelste absorbeert en het snelste opgenomen wordt. En ook zeker onder de huid. Hij is trouwens over de hele huid toepasbaar. Dus wanneer je een droge huid hebt, dan kun je hem ook over de huid heen aanbrengen. En dat zou zelfs op andere lichaamsdelen kunnen, zoals bijvoorbeeld de onderbenen. Maar daar kom ik later nog wel even op terug. Nou, olie is dus heel belangrijk eigenlijk om dit al tegen te gaan. En wat is nou zo bijzonder aan deze olie? Deze olie is eigenlijk super klein van bestanddeel. Dat komt door de primrose oil die erin zit. En daardoor penetreert het makkelijker door de nagel en door de huid heen. Dus hij is zeker ook anders dan de andere gemiddelde olie. We hebben de olies in verschillende inhoudsmaten. De Seduction olie, die hebben we in drie verschillende geuren. En in de decembermaand, als je al eerder hebt gekeken, dan weet je dat ik juist die ene geur, de cashmere, alleen in de decembermaand presenteer. En juist omdat het dan een limited edition is. En alles wat limited edition is, is toch een stukje aantrekkelijker om te kopen. Dus je zou nu al kunnen zeggen van, hey, de cashmereolie, die komt er alweer aan. Dan kun jij ook al rekening houden met de inkoop. Zeker omdat de Seduction natuurlijk deze maand nog met 20% korting verkrijgbaar is. En met het oog op december is het extra interessant om het met korting aan te schaffen. Ja, ik zit daar de comments te kijken. Jacqueline zegt inderdaad bedankt. Ik zeg altijd nagelriem en eventueel handen, maar zal het voortaan op deze manier doen. Nou, als je het zelf doet, dan heb je ook wel genoeg hoor, om gewoon lekker die handen zo mee te nemen. Want als ik mijn eigen handen in olie, dan doe ik het natuurlijk ook op die manier. Ik heb hier toevallig ook de cashmereolie staan gedisplayed. Dus hier zien jullie hoe dat dan staat. Maar in de decembermaanden zegt Cheryl dus, dit is een limited edition. Heeft ook een hele mooie warme geur, passend bij december. Dus ik ben tot nu toe bij. Nou mooi, dan ga ik gelijk de volgende moisture pack laten zien. En wat is nou een moisture pack? Een moisture pack is eigenlijk een pakking speciaal voor de droge nagelriemen.
om die tegen te gaan. In de wintermaanden gaan ze extra vastzitten. En dit is een behandeling waarbij klanten echt wel vaak vragen van, oh, ze gaan weer helemaal vastzitten op die nagelplaat. En dan kun je dus een moisture pack voor aanbieden. Het fijne van deze moisture pack is dat je niet de totale behandeling hoeft uit te voeren. En als de klant dus gewoon voor de kunstnagelbehandeling komt, dan kun je aansluitend, dus na die behandeling, kun je die moisture pack aanbieden. En dat doe je simpelweg op deze manier. Hier heb ik een remover foil. Dit zijn de foils waar je normaal gesproken remover op aanbrengt. En op die manier de kunstnagel kunt verwijderen. Bijvoorbeeld een acrylnagel. Nou, nu breng ik hier wat olie aan. En dat doe ik om dat watje te laten verzadigen. Dan pak ik de Intense Cuticle Cream. En dit is zeker, en dat blijft het nog steeds, mijn meest favoriete product vanuit de hele lijn. Zometeen zal ik je ook even vertellen waarom. Nou, je ziet ook gelijk het mooie product erin zitten. En soms zie je van die hele synthetische witte crèmes. Dat is deze crème niet, want het is eigenlijk grotendeels op natuurlijke basis. En vandaar dat het ook een beetje een andere kleur heeft. Je pakt bij de nagelriem, je pakt hem goed in. Je mag hem lekker royaal inmasseren. En zo ga je door. Misschien kan je iets meer naar het midden toe gaan met de yes. hand. Ja. Nou, Anne Robijn zegt, ja, de moisture pack, die heb ik ook in de salon. En Gemma had het er net al over dat zij jouw tip al heeft toegepast. Over de... Van de moisture pack? Nee, volgens mij die daarvoor was. Van het gebruik van de oliën. Ah, kijk. Kijk, op deze manier kun je 10 nagels mooi inpakken. Ja. Dit is eigenlijk binnen 5 minuten wel gebeurd. Daarna laat je 10 minuutjes intrekken. Ik zet ook altijd een wekker neer. En je zou hier ook bij al aan de volgende klant kunnen beginnen om het product eraf te veilen. En dan terug te komen naar deze klant om het te verwijderen en nog eventjes in te masseren. En deze moisture pack is heel makkelijk toe te passen na elke behandeling. Dus na een gellakbehandeling, na een nagelverlenging. Dus je hoeft daar niet een hele manicurebehandeling voor te doen. Het is super interessant om het aan te bieden. Juist ook omdat het een kleine prijs heeft. Daar zit tussen de 15 en de 20 euro. Een beetje afhankelijk van hoe je dat zelf aan wilt bieden. En je zou het dus heel makkelijk bij elke klant in de wintermaanden kunnen toepassen. Omdat het per vinger ingepakt is, zou zelfs de klant nog even kunnen nagenieten van een kopje koffie. En op die manier heb je toch een extra omzet in dezelfde behandelingstijd. Oké, dus de moisture pack 15 tot 20 euro extra. Je doet er ongeveer 10 minuutjes over, maar natuurlijk met inzetten en uithalen een kwartiertje ongeveer. Ja. Even voor de duidelijkheid, dat doe je dus aan het eind van de behandeling, totaal, als alles klaar is. Als alles klaar is, zeker niet vooraf. Want er komt veel te veel olie in die nagels en dan blijft het product niet meer hechten. Dus dit is iets wat je doet aan het einde van de behandeling. En wat je heel makkelijk nog eventjes kunt toepassen bij de klant. Zeker in de wintermaanden, dat de huid niet vast komt te zitten. Ook bij nieuwe klanten merk je heel vaak dat de huid nog vast zit aan de nagelplaat. Terwijl wanneer een klant al een paar keer geweest is, dan gaat dat natuurlijk steeds beter. Je merkt ook, zeker ook met, met de komst van de combi-manicure, dat de klant het steeds fijner vindt om ook die handverzorging te hebben. Dus het is niet alleen maar de nagelverzorging, maar de handverzorging staat hierin ook centraal. En dat mag ook wel, want de handen zijn eigenlijk naast ons gezicht altijd ontbloot van kleding. En ons gezicht verzorgen we heel erg intensief. En die handen, die stoppen we in een emmertje met chloor. Het is zo tegenstrijdig. Juist die handen die zo hard voor ons werken, die mogen wel wat extra verzorging krijgen. En dit is nu precies de content die jij natuurlijk plaatst op social media naar je klant toe. Ja, daar wil ik nog aan toevoegen dat de Intense Cuticle Cream bevordert ook het genezingsproces door de lavendel die erin zit, de salie en de rozemarijn. Dus als je dan een combi-manicure hebt toegepast, dan is natuurlijk die huid toch een beetje iets gevoeliger. Het is niet pijnlijk, het is niet kapot, maar het is wel mooi open. Dus dan kan het er ook heel mooi diep in penetreren. Dus het is echt de finishing touch. Ik heb nog een aantal vragen. Magnifique vraagt, zit dat glazen aanbrengstraafje bij de cuticle cream? Nee, dit is het cuticle pusher met een ronde top. Die heb ik daar even voor gebruikt. Wat ook gelijk weer een heel mooi verkoopproduct is naar je klant toe.
Want als je dus een nagelriem mooi los wilt houden, de klant kun je natuurlijk geen metalen bokkenpootje verkopen, dan zou dit een heel mooi alternatief zijn. Maar dit is ook een heel mooi detail wat je als extra leuk gratis cadeau kunt aanbieden. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een olie of bij de verkoop van je Intense Cuticle Cream. En op die manier kun je heel leuk spelen met een klantenactie, zonder dat je korting geeft, maar dat je er iets gratis bij geeft. En dan zou dit daar een heel mooi onderdeel voor zijn. Ja, inderdaad. Het is toch slim, hè? Gemma zegt, mijn man gebruikt nu de cuticle cream tegen hevige jeuk om zo uitslag tegen te gaan. En het helpt helemaal. Dat is echt mooi, maar Gemma is helemaal wel bezig met seduction. Want dat limited edition olie verhaal, dat is waar ze zojuist aan refereerde. Nou, je hebt al verteld wat die moisture pack extra kost. En dat werd nog even door Priscilla gevraagd, 15 tot 20 euro. Cora zegt, wat jammer dat het zilveren randje van de Pot Intense Cuticle Cream snel eraf slijt. Ja, Cora, dat komt omdat het hot stamping is, zilverfoil hot stamping. En als dat vet wordt, dan kan dat wat sneller loslaten. Dus je moet een beetje ervoor zorgen dat je dat niet te veel aanraakt. Dan blijft dat eigenlijk heel lang op zijn plek. Kan ik deze crème ook gebruiken op mijn allergiepootjes, de huid rondom de nagel? Jazeker, Janti, dat kan. Je kunt de Seduction Intense Cuticle Cream overal gebruiken. Bijvoorbeeld ook op knieën, ellebogen, droge plekken. Ik heb collega's die gebruiken het ook op de lippen. En Anna Robijn die heeft heel goed opgelet. De vorige keer was de Moisture Pack 12,50 en nu zeg je 15 tot 20 euro. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook de laatste keer tijdens de e-workshop over de prijslijst hebben we natuurlijk ook gehad over de ontwikkeling van prijzen. Ik ga even kijken of ik nog of ik een vraag voor jou heb, voordat ik hier straks weer in de reden val. Karin zegt, is ook een leuk kerstpresentje, zeker weten. Helpt olie ook tegen pijnlijke nagels? Sheryl? Ja, de pijnlijke huid bedoel je waarschijnlijk, om de nagels heen. En dan is het antwoord absoluut ja, want het verzacht namelijk heel erg. Je kunt je voorstellen, wanneer er een beetje rek zit in die huid, dan beweegt dat wel mee met de warmte en met de kou. Maar wanneer die huid al strak staat en er komt de kou overheen, dan barst die kapot. En dan wordt het erg pijnlijk. Dus we moeten eigenlijk zien te voorkomen dat die huid droog wordt en dat die strak gaat staan. Dus vooral vocht inbrengen. Continu opnieuw die vocht inbrengen. En dan voorkomt het ook pijnlijke wondjes. Ja, en als je het eenmaal hebt ervaren, ben je verslaafd. Dat weet ook Priscilla toe te voegen. Zij zegt, ik heb in korte tijd 6 cadeauverpakkingen van Seduction verkocht. Nou. Mijn klanten vonden het zo heerlijk dat ze het zijn gaan aanbevelen aan hun vriendinnen. En zonder er ook maar reclame voor te maken. Maar het is ook een heerlijke lijn. Ja, jullie weten allemaal hoe lang we ermee bezig zijn geweest. Het is ook echt heel erg prettig. Elvisa stelt, een klant van mij had op haar pigmentvlekken op haar gezicht van haar zwangerschap. Ze heeft de cuticle cream gebruikt en ze verdwijnen. Ja, ik kan dat natuurlijk allemaal niet als claim neerleggen. Want dat zijn jullie ervaringen. En een claim kan je natuurlijk als leverancier alleen leggen als je dat ook hebt getest. En al die dingen heb getest op meerdere mensen. Maar leuk om te weten, Elvisa. Even kijken. Een klant van Etty gebruikt het voor psoriasis. Gerry heeft een klant die heeft echt hele pijnlijke nagels. Gerry, zou je misschien in de comments kunnen zeggen iets meer uitleg geven over waarom ze pijnlijke nagels heeft? Zit er kunstproduct op? Geen kunstproduct? Lopen ze heel bol? Zijn ze juist plat? Scheuren ze in? Cuticle cream... aangeschaft, zegt Elvira, die heeft hem aangeschaft naar aanleiding van het gesprek met jou. En Lisette smeert haar voeten er vaak mee in voordat ze gaat slapen, zodat je geen last hebt van droge voeten. Dat is een goed idee, Lisette, dat heb ik nog niet gedaan. Dat ga ik eens proberen, want ik heb hele droge voeten. Nou, ik ben weer bij met de comments. Ik ga weer even terug naar jou, Sheryl. Nou, mooi om te zien dat het al voor heel veel gebruikt wordt. En zeker ook wanneer de huid een beetje beschadigd is of bijvoorbeeld de psoriasis, dan kun je het wel gebruiken. Maar ik wil er wel even aan attenderen dat je er ook voorzichtig mee moet blijven. Er zit toch een lichte parfum in. Dus probeer het zeker als iemand een beschadigde huid heeft of psoriasis, zeker wanneer het wat vurig is, dat je er wel voorzichtig mee bent. Het product hebben wij gepresenteerd als zijnde een cosmetisch product. En dat het voor heel veel baat heeft, daar ben ik zelf ook achter gekomen. En dat werkt zeker ook heel fijn. Maar ik wil wel even benadrukken, wees er voorzichtig mee en probeer het altijd eerst even uit. Maar super, leuk om te zien dat iedereen al zo actief met de Seduction producten bezig zijn. Nou, de kerst komt er natuurlijk aan. En kerst is wel het moment van cadeaus. En meestal ook wel grote cadeaus. En ik hoor dat jullie al veel met de verpakkingen bezig zijn en met de verkoop. Nou, de Intense Cuticle Cream hebben we ook al als cadeautje gepresenteerd staan. Daar kom ik later even op terug. Ik ga eerst eventjes door met wat je nog meer kunt doen als een simpele behandeling om het bekend te maken.
Want waarom hebben we die bekendheid nou nodig? Die bekendheid hebben we nodig om die verkoop te kunnen bespoedigen. En iets wat iemand kent, dat verkoop je makkelijker. We gaan zo meteen met z'n allen namelijk naar de rituals, om daar een heel mooi kerstcadeau te halen. Simpelweg omdat je daar direct aan denkt wanneer je iemand iets cadeau wilt geven en wanneer het om verzorging gaat. En bij seduction denkt mens niet meteen van, oh, dat is nou eens een leuk kerstcadeau. Vandaar dat bij ons nog een hele taak open ligt om dat te presenteren in de salon en zo te laten zien wat het is en wat het voor de klant kan betekenen. Wat je heel leuk zou kunnen toepassen en wat ook meteen een leuke extra touch geeft aan je behandeling, is dat de klant niet de handen wast van tevoren, maar dat jij bijvoorbeeld zegt, nou, elke klant begin ik eventjes met een badje om op die manier even de handen te reinigen. Dus niet de hele behandeling, maar hiermee zou je een statement kunnen maken met jouw salon. Als je naar haar salon toe gaat, dan worden de handen altijd al van tevoren even gereinigd. En dat kan je dus doen met een manicurebol. Hier heb ik hem. En hier heb ik al de liquid hand soap aan toegevoegd. En dan zie je dat het een lichtschuimend effect geeft. Deze soap is sowieso ook maar lichtschuimend. Dus het heeft geen hele aanwezige schuim. En dat is ook het effect van deze soap. Het is dus ook een milde soap voor de huid. Dus het reinigt goed, het heeft een goed reinigend vermogen, maar het droogt de huid niet uit. Dit alleen, daar zou je natuurlijk de behandeling mee kunnen starten, maar wat wel echt een extra touch geeft, is de bath bomb. Even kijken of ik het zo kan laten zien. De bath bomb, daar is die. En wanneer je hem dan in de schaal doet, dan zie je al gelijk het effect dat die bath bomb zo gaat bruisen. Ja, en dit effect, dat is de beleving, zeg ik altijd. En dat is ook wat seduction eigenlijk is. Hè. Het is een beleving om in die beleving te komen. Hoe heerlijk is het als jouw salon erom bekend staat dat elke klant eigenlijk een opening heeft met zo'n badje. Hiermee geef je direct een bepaalde presentatie af en ook een bepaald gevoel voor de klant. En dat je dus ook heel erg belangrijk vindt dat je hygiënisch te werk gaat. Let wel, dat badje moet je natuurlijk niet te lang doen. Want anders dan kun je problemen krijgen met de hechting van het product. Dus het is simpelweg eventjes een badje van 1 tot 2 minuten. Maar het gaat meer om het gevoel en de presentatie van jouw salon. Dat je zo de behandeling zou kunnen starten. En dan heb ik het nog niet eens over de rest van de manicurebehandeling. Maar puur en alleen de opening van je behandeling. En op het einde om de stof er vanaf te halen. Kun je dan dit water ook weer gebruiken om de handen even schoon te maken. En dan zet je jezelf wel meteen erg mooi neer. Ja, ik zit helemaal te denken, heb ik dat nou ooit meegemaakt als ik ergens naar een salon toe ging? Ik denk eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk wel heel fijn. En maar het begint ook het ontspannen op een mooie manier. Je handen, ja, we gaan terug luisteren naar jou. Nou, je brengt dan de hand even aan het lekkere warme water. Waarmee je zelf dan het water over de hand heen besprenkelt. Ook dit is eigenlijk het gevoel. Vergelijk het maar alsof je naar een schoonheidsspecialiste toe gaat. Of naar een masseur. En dat ze heel even de aandacht neemt van, goh, kom lekker liggen. Dit is jouw moment. En dit is de heerlijke behandeling. Dus je doet dat ook zo, dat water plengen over de handen? Ja, zo, op die manier doe ik dat. Ik pak een handdoek, ik hou de hand vast, ik beweeg even op en neer om het te laten zien. En dan begeleid je de klant ook altijd weer naar de tafel, in plaats van dat je het dan in één keer loslaat. Dat zie ik heel vaak gebeuren. Dus hou de hand even vast, begeleid de klant neer, dep het af. Op dit moment draag jij geen handschoenen, omdat het natuurlijk een manicurebehandeling. Er zijn de meningen een beetje over verdeeld. Ja, ja, ja. Het is wel heel belangrijk dat je natuurlijk goed desinfecteert voorafgaand aan de behandeling. Zeker. En naderhand. Ja, in een eerdere e-workshop zie je ook dat ik wel handschoenen draag. Dan vertel ik ook dat we dat zijn gaan veranderen eigenlijk na corona. Maar dat huid-op-huid contact, dat maakt toch eigenlijk wel het lekkerste. Ja, nu is alles weer normaal. Dus op die manier geef ik zelf nu ook de behandeling zonder de handschoenen. Maar daar zijn inderdaad, kijk wat jouw gevoel daarbij is en waar jij je fijn bij voelt. Als je handschoenen gaat dragen, want ik heb ze wel meegenomen.
Blijf dan ook in de beleving van de seduction en zorg ervoor dat je dan ook een lichte handschoen, een wit of een roze hebt, in plaats van die harde zwarte. En op die manier blijft het ook vriendelijk overkomen naar de klant toe. Dus alles staat wel met elkaar samen. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja, dus de opening doen we, ik maak notities voor mezelf, hè, met een bruisbadje. Niet te lang, hè? 1, max 2 minuutjes. 1, max 2 minuten. Het is eigenlijk meer voor het gevoel, voor die beleving. Het is een presentatie van je salon. En als je op dit soort manieren gaat presenteren, dan zit daar over het algemeen natuurlijk ook wel een ander prijskaartje aan. Dus dat hangt met elkaar samen. Want het moet natuurlijk wel weer terugverdiend worden. Dus dat is een keuze die jij voor jezelf kunt maken, wat je daarmee wilt. In ieder geval valt het op en juist daardoor onderscheid je je weer. En dat is dan weer de branding waar we het vaker over hebben. En tijdens het Nail Talk Live Event kom ik daar ook meer op terug. Sowieso over de verkooptips, als een seminar over branding. Geweldig, ik zit er echt helemaal lekker van te genieten. Ik denk net als jullie, er kwam net al een comment, oh die bruisbal, het zal er wel heerlijk ruiken. En Jannie Finks ziet er allemaal heerlijk uit. Nou, kijk. Ja, het klinkt ook heerlijk, hè? Vinden jullie niet? Je wordt er helemaal zen ervan als je hier naar het kijken bent of ondergaat. Nou, we gaan weer even terug naar jou, Cheryl. Ik ga natuurlijk straks wel het huiswerk doen, maar ik denk dat we... Jij moet dat maar aangeven wanneer dat het juiste moment is. Want ik wil niet je behandeling, je treatment verkeerd onderbreken. Nou, gelijk om over het huiswerk daarop in te gaan. Een van de huiswerkopdrachten, want het zijn meerdere, is dat je voor jezelf gaat kijken hoe jij seduction kunt presenteren in jouw salon. Zonder dat je meteen die hele behandeling doet. Maar wat ga jij aanbieden om dus het kaasverhaal te vertellen over seduction naar jouw klanten toe? Want als die bath bomb dus gedaan wordt en zo de opening is, dan krijg je zeker ook de vraag van de klant van hey, wat is dit en wat doe je nou? En dan heb jij meteen de ingang om over de seduction producten te gaan praten. Dus dat is al meteen wel een van de opdrachten. Ja, en het is natuurlijk ook een betere manier, Cheryl. Want het is natuurlijk heel verleidelijk om bij de wastafel gewoon het seduction handzeep neer te zetten. Maar dat doet de klant natuurlijk zelf. Ze pompt op die handzeep. Misschien is er ergens anders met de gedachte. Dat is niet echt een belevenis. Terwijl als je dit aan de tafel gebeurt, dat is natuurlijk echt een belevenis. Dan herken je daarna wel natuurlijk die handzeep als je die handzeep gebruikt. Maar je bent al meegegaan in het proces. Ja, precies. Nou, om gelijk ook door te pakken. Laten we even indenken dat deze schaal transparant is, alleen met water, dus niet de badbomp erin. Dan zou je ook kunnen zeggen, ik doe alleen maar eventjes de handsoap erin. Ik pak wat handsoap op mijn eigen handen. Ik maak het wat nat. En op die manier vraag ik de klant om eventjes de handen te wassen. In het water neer te leggen. Af te spoelen. En dat dit dan je opening is. Maar het geeft inderdaad meer dan wanneer de klant het zelf moet doen. Je geeft echt een behandeling en je geeft echt je geeft wat mee van nou, je wordt vandaag lekker vertroeteld bij mij hier in de salon. Maar dat geldt denk ik ook bijvoorbeeld voor een echt lekker handdoekje gebruiken om het af te doen. In plaats van een tabletouw. Ja. Ja. Of een stukje keukenrol. Ja. Ja, het zijn allemaal net wat extra dingetjes waarmee jij jezelf wel neerzet in die luxe die je over wilt geven aan die klant inderdaad. Nou, Anna Robijn zegt, ik gebruik seduction al tijdens de behandeling, maar dan als afsluiting, de scrub en de olie. Nou, dat is ook zeker een mogelijkheid, hè? Je maakt daar keuzes in. Na de behandeling doet Teuntje ook altijd de scrub bij de klanten en vervolgens de handcreme of de Intense Cuticle Cream. En Priscilla, jij vraagt of er ook een boekje is waarin de verschillende ingrediënten staan van de seduction. Jazeker is dat boekje er, dat zijn deze boekjes. Die kun je gewoon vinden bij ons op de site. Of stuur mij even een persoonlijk berichtje, dan help ik je daar wel eventjes mee. Nou, dus begin die behandeling helemaal heerlijk. Ja, wat je dus inderdaad ook kunt doen is aan het einde van die behandeling dat je dan dus de scrub erbij pakt. En bij deze scrub kun je ook meteen de huid mooi exfoliëren. Het is een scrub op basis van zeezout, wat van nature al een reinigend vermogen heeft. En daarmee kun je mooi de huid helemaal egaal scrubben. Als we de handscrub openen, dan zit daar al een spatel in. En ook een dekseltje, doe die er altijd wel terug op. Dat zorgt ervoor dat het mooi goed blijft, dat het niet uitdroogt. Je hebt maar een heel klein beetje nodig, klein beetje scrub. Ik pak er altijd een beetje water bij.
Zorg ervoor dat het lekker smeerbaar is. De huid die wat vochtig is, stempel het product op de huid. Hiermee maak je de huid ook even warm. En wat aandacht. En dan maak je roterende bewegingen waarmee je contact houdt met die hand. En dan maak je roterende bewegingen. En op die manier zorg je ervoor dat alle dode huidcellen verwijderd worden. En doordat die dode huidcellen verwijderd worden, dan krijg je dus een hele mooie glans op de huid. En wanneer je het de klant ook laat voelen, dan voelt de klant gelijk dat daar een heerlijk, lekker laagje overheen zit. Dat is de bijenwas die in deze scrub zit. En die bijenwas geeft een beschermende laag over die huid heen. En die huid is natuurlijk ons grootste orgaan, wat ons ook beschermt. En die handen, die krijgen met alles te maken. Hè? En wij vrouwen zijn toch ook best wel vaak bezig met het huishouden en met allerlei producten die ervoor zorgen dat de huid uitdroogt. En ja, natuurlijk moeten we handschoenen dragen, maar in de praktijk gebeurt dat toch minder vaak. Dus even goed verzorgen, dat zorgt er dan ook voor dat die huid dus rekbaar blijft. En wanneer je de hand omdraait, dan zitten hier vaak wat eeltplekjes. En dan kun je je handpalm inzetten en daar mooi overheen halen. En dit is op zich een best wel een snelle behandeling om eventjes mee het gevoel te geven. En zeker wanneer je één hand gedaan hebt, altijd de andere hand even naast leggen. Dat zal ik zo doen. Dan kun je ook het verschil al zien. Oh ja, dat zegt Lisette ook. En als je je naar beide handen naast elkaar legt, zie je duidelijk het verschil. Dankjewel Lisette, voor die. Je hebt hem vaker meegemaakt. Je mag ook het handdoekje neerleggen over die huid heen. Mm-hmm. Haal ik even de armere steun weg. En wanneer je hem neerlegt, even deppen. En dan haal ik het handdoekje naar beneden en dan vouw ik hem terug naar binnen. Dan heb je weer een schoon stukje. Ach, wat slim. Om de rest te pakken. Nou, wat slim. Ik smeer dat altijd gewoon met die hele handdoek. Nou. Oké, mensen, dit is dus heel slim, hè? Je rolt en vouwt en rolt en vouwt. Dat voelt lekker voor de klant en de hand is schoon. Draai om, begeleid die klant mee. En dan draai je de handdoek om, zodat je dan weer een schoon stukje krijgt. En op deze manier is de scrub weg. Gebruik niet te veel, want dan blijf je ook met al die scrubdeeltjes zitten. En dat zou zonde zijn. Nou, hier overheen kan je het afsluiten met een lotion. We hebben twee verschillende. We hebben de lotion. En de lotion die hebben we zowel in een kleine als in een grote verpakking. En deze lotion is een lichte lotion met een lage viscositeit. En die trekt heel snel in. Plak niet en dan kun je gelijk weer door. Dus als iemand weinig tijd heeft, dan sluit je af met deze lotion. En als iemand zegt, ja, maar ik vind het helemaal niet lekker als dat zo plakkerig aanvoelt, dan is dit het product wat je gaat verkopen. Dus luister ook goed naar wat de klant wel en wat de klant niet fijn vindt. Dan hebben we ook de Rich Hand Cream en Mask. En de Rich Hand Cream en Mask is eigenlijk een 2-in-1 product. Het is zowel een cream als een mask. Eigenlijk moet ik zeggen een 3-in-1 product. Want met dit product kun je ook heel goed de massage uitvoeren. En ik beloof je dat hij niet gaat rullen. Soms heb je van die crèmes die na lang gebruik op een gegeven moment een beetje viezig worden en gaan rullen. Deze doet dat absoluut niet. Het is ook een leave-on mask, dus je hoeft het niet af te wassen. En de oude maskers, die kleinmaskers, die blijven dan zitten en dat krijg je er heel moeilijk afgewassen. Dan heb je veel water nodig en in heel veel salons hebben we die watervoorziening ook niet. En dit is dan het ideale product, speciaal ontwikkeld voor jou als nagelsaliste, dat je met weinig water in de salon wel een hele intensieve behandeling kunt geven. Nou, wil je toch die intensieve behandeling geven aan het einde van de behandeling, dan zou je hem even kunnen pompen in de eigen handen. Simpelweg inmasseren zoals je met een gewone lotion doet en klaar. Maar ik wil deze behandeling toch weer net die extra touch geven. Je hebt hem al eerder voorbij zien komen als je de andere afleveringen hebt gezien. En dat is door middel van het mask in een schaaltje te doen. Een mask brush erbij te pakken. En op die manier
even dat weldadige gevoel van de manicurebehandeling voortzetten. Dus er overheen halen. Ja, mensen, als je je voorstelt hoe dit voelt. Dit is toch heerlijk als je met zo'n dit oneerbiedige kwast strelend over je handen heen gaat. Nou, ik. Hij is ook zo heerlijk zacht. Het voelt ook als een cadeautje. En dat mag die behandeling in die salon dan ook wel zijn. Nou, als je al deze stukjes bij elkaar plakt, dan heb je ook wel die totale manicurebehandeling. Maar vanavond wil ik je dus juist laten vertellen dat je al die korte stukjes ook zo afzonderlijk zou kunnen aanbieden in de salon. En dit zou je ook als een cadeau aan kunnen bieden, bijvoorbeeld in de december of in de januari maand. En dat je hem op die manier de bekendheid mee geeft. En daarna dus een kleine prijs voor vraagt om het juist in die wintermaanden die extra de voeding te geven die de hand nodig heeft. Nou, wat ik wel heel leuk vind is een opmerking van Magda. Hello Magda. Nice that you're watching. Of course, your winners will be later this show. Maar Magda zegt, I'm guessing what you say, Sheryl. And I would buy anything you sell and book year of full of appointments with you. Love your seduction treatment demos. Ja, dus in het Nederlands gezegd, nou, ze is helemaal verliefd erop. En ze zou meteen doorboeken een heel jaar lang. En Mandy zegt, lekker iedere avond voor het slapen gaan het masker op mijn handen. Ik doe dat ook. 'S Ochtends gebruik ik de lotion en 's avonds gebruik ik het masker. Want dan, ja, nou ja, vind ik fijn. Ja, heerlijk hè, hoe die producten toch al zo helemaal in die salon komen. Even luchtdicht maken met een zakje eromheen. Op deze manier mooi afsluiten. Zo gaan de poriën openstaan en kan het product lekker naar binnen toe dringen. We hebben natuurlijk ook de seduction wanten. En heeft iemand nou hele droge handen, dan zou je zelfs die wanten kunnen verkopen om thuis ook zo op de bank te zitten en even naar die film te kijken. Je zou ook een elektrische wand kunnen gebruiken, die heb ik meegenomen. Deze geeft extra warmte. En die extra warmte, daarmee versnel je het proces. Dus heb je wat minder tijd, dan zou je dit kunnen gebruiken. Maar het voelt ook gewoon simpelweg lekker aan. Je kan het met de wand en al. Het zou ook zonder de wand kunnen, maar deze staat nu dus warm aan. En dan krijgen mensen ook gewoon vaak kippenvel op de handen, omdat het zo lekker warm aanvoelt. Er wordt in de comments ook gezegd, Elvisa zegt, ik sluit wel af met de Rich Mask en Cream. Dat vinden de klanten fijner dan de lotion en Veronique doet dat ook. Gemma zegt ook maar eens doen, altijd de lotion. Waarom vinden je klanten die fijner dan de lotion? Blijft langer zitten. En Gemma zegt zojuist, oké. Nou, als je iemand hebt zoals ik als klant, ik wil gedurende de dag absoluut geen plakkerige handen hebben. Het enige wat ik dan wil, is mijn handen wassen. Als ik ook, ik kan daar overdag gewoon niet tegen gedurende de dag. Maar 's ochtends gebruik dus de lotion, zodat ik niet de neiging heb, dat eerste kwartier, om mijn handen te gaan wassen. Want ja, dan doe je het natuurlijk teniet. En 's avonds gebruik ik het masker, omdat ik dan niks meer aan hoef te raken. Dus maar ik denk dus dat er meer mensen zijn zoals ik. En er zijn ook mensen die het juist heel fijn vinden om dat hele weldadige gevoel te hebben. Dus het is heel, net als met dagcreme. Sommige mensen houden van een lichte dagcreme en anderen juist van een hele zware dagcreme. En voor dat advies ga je vaak ook naar een Issy Paris of een Douglas of een Rituals. En daar staat dan iemand, die weet er van alles van. He, die volgt er ook trainingen in en je weet ook gewoon, je krijgt gedegen informatie van zo'n persoon. Nou, dat is eigenlijk ook in die nagelsalon. In de nagelsalon, dan weet de klant, deze dame heeft daarvoor geleerd. Die weet precies waar ze het over heeft. En het mag allemaal net wat meer en wat intensiever zijn. Dus de klant vindt het ook fijn dat ze van jou wat extra aandacht krijgt. En ook extra know-how over de producten. Wat erin zit, wat het doet en hoe het nou precies voor de huid werkt. Daarmee kun je het dus ook, zoals met het houten stukje, mooi visualiseren. Maar je zou dat ook op deze manier kunnen doen. Ik heb hier drie blaadjes en deze blaadjes nemen je eigenlijk mee door het seizoen. Nou, je voelt hem al aankomen. Nou, ik heb hem niet helemaal groen kunnen vinden, maar dit is natuurlijk gewoon heel flexibel, vochtinbrengend. Er zit ook veel vocht in het blaadje en naarmate het seizoen verstrijkt, ja, dan verliest hij eigenlijk een beetje kleur. Het wordt wat droger, het wordt wat rauwer, het voelt ook allemaal wat ruwer aan. En op het moment dat het dan heel erg koud gaat worden, dan zie je al wat het doet. Hè. Het trekt eigenlijk al een beetje krom. En als er dan geen vocht er meer in zit, je hoort het al, dan wordt het dus heel snel
gebarsten. Nou, je kunt je voorstellen, wanneer iets dus wel heel erg vochtinbrengend is, dan ziet zo'n blaadje er zo uit. En wanneer de vocht eruit is, dan gaat het naar die kant toe. En hetzelfde is dus met de huid. En wanneer je dus mooi de vocht toebrengt, ik zal hem er al van afhalen. Je ziet al gelijk dat er veel meer glans op de huid komt. Sommige droge plekjes die zijn zelfs al wat roder. Dus die huid die vertelt al heel veel. Hier gaat het goed. Hier zijn wat heftigere plekjes. Zeker ook wanneer iemand rechtshandig is. Dan zie je dat veel sneller ook wat droger wordt. En je moet zien te voorkomen dat kapot en openbarst. Dus dit nog even lekker verder inmasseren. Dus even kort de scrub. Even kort de cream en mask. Even lekker inmasseren. Een stukje extra aandacht. En dan zullen we zo meteen eens de andere hand erbij houden. Ja, wat ik nog even wil toevoegen, want we noemen het een beetje oneerbiedig, het verschil tussen vettige handen en niet vettige handen. Het is niet zo dat de mask vettiger is dan de lotion. Sterker nog, de lotion en het masker zijn exact identiek aan elkaar in ingrediëntenbalans. Het enige verschil is dat de ene wat dunner is en de andere wat voller is, wat dikker. En dat komt omdat het doel van het product anders is. De lotion is bedoeld om snel in te trekken met dezelfde voedzame stoffen en hetzelfde wondherstellend vermogen. Terwijl het masker is bedoeld om uit te smeren, zoals Cheryl nu aan het doen is. Ja, en ook dat uitsmeren, dat mag je echt wel met beleid doen. Dus wanneer je er overheen gaat, geef stevig een grip. Ga er overheen, hou contact, draai om. En hier vooraan hou ik ook contact. En je geeft echt wel een druk. Dus je aait er niet overheen, maar je geeft echt een druk. Nou, ik zeg altijd, ik masseer met mijn hele lijf, want je hele lichaam gaat daar als het ware in mee. Ja, laat me even zien, Gil, hoe dat gaat. Ja, het gaat gewoon simpelweg automatisch, dat je mee naar voren gaat, een druk geeft, teruggaat. Je houdt dus contact hiervoor bij de vingertoppen. En wanneer je de hand omdraait, dan begeleid je ook iemand. Dus op deze manier draai je de hand om, je maakt contact aan de andere kant, je begeleidt de klant. En je legt het neer en je sluit het af. En op die manier voelt het ook heel erg lekker aan dat je echt even verzorgd wordt, ontzorgd wordt. Daar staat die seductionbehandeling voor. Nou, wanneer je de andere hand ernaast legt, dan zie je eigenlijk al hier vooraan dat dit veel droger is. En dat het hier al veel soepeler wordt. En doordat het soepeler is, heeft het dus veel meer rekbaarheid. En met die winterperiode die eraan komt, wil je dat ook krijgen. Het lijkt ook wel alsof de huid wat warmer eruit ziet. Hier zie je wat meer een waas eroverheen. Dus je ziet dat het al gelijk wat doet. Stel je eens voor, als je dit een week of een maand zelf ook bijhoudt, dan gaat het natuurlijk nog mooier worden. Patricia Wachtenveld vraagt, hoe lang moet je het masker laten intrekken? Wat voor een advies geef jij daarover? Mijn advies is om dat minimaal 5 minuten, het liefst 10 minuten te doen. En wanneer je een warmtebron toevoegt, is 5 minuten zeker voldoende. Als je meer tijd hebt, dan mag het langer natuurlijk zijn. Maar vaak heb je in een salon toch te maken met een tijdsbehandeling, de tijdsduur. En als de klant het thuis doet, het is een leave-on mask, dus je kan het er helemaal lekker op laten zitten. Dan kun je het gewoon heerlijk lekker in laten trekken. En de cream and mask is vooral voor de avond. En daarbij zou je weer als actie kunnen hebben om een katoenen handschoenen erbij te verkopen. Of je maakt natuurlijk een aanbieding dat bij aanschaf van het product dus een setje katoenen handschoenen krijgen. En wanneer je deze draagt in de avond en eventueel ook 's nachts, want katoen is luchtdoorlatend, dus dan zou je ook de hele nacht kunnen dragen. Dan heb je echt een rescue treatment voor de handen. En op die manier kun je dat dan ook weer zo aanbieden. Iedere keer als ik dan zo'n e-workshop doe met Cheryl, dan neem ik me ook meteen voor, ik ga vanavond me helemaal incremen en met katoenen handschoentjes aan en zo. Dat neemt wel wat af. Dus misschien is het ook wel handig als je bijvoorbeeld zo'n actie hebt, hè? Deze maand bijvoorbeeld die katoenen handschoentjes, om dat ook even op papier te zetten. Zodat de klant, als ze dat zelf gebruikt, dat misschien ook wel kan neerzetten. Zo van, vergeet dat niet, doe dat. Of het mee kan geven aan degene voor wie zij het cadeau geeft. Dat is misschien handig. Of is dat een tip die je al hebt gegeven?
Nou, vanavond is eigenlijk sowieso een herhaling van wat allemaal kan. En nog veel meer, want dit zijn natuurlijk al een hele hoop dingen. Belangrijk is dat jij voor jezelf gaat bedenken, wat ga ik aanbieden? En daarvoor hebben we natuurlijk een weekly planner, oftewel het Boss Babe boekje. En juist in dat Boss Babe boekje heb je een reminder voor jezelf, een planner voor jezelf, wat je allemaal moet doen. Nou, ik heb er 4, voor elk kwartaal 1. En dit is dan oktober, november, december. En december is natuurlijk het belangrijkste maand wel van het jaar, kunnen we zeggen. Dus juist nu kun je daarop inspelen. En jij bepaalt voor jezelf waar jouw aandacht op ligt en wat jij wilt gaan verkopen. Want je aandacht kan nooit op het totale assortiment liggen. Probeer altijd daar een beetje een keuze in te maken. Dus welk kerstpresentje? Wat wil je gaan verkopen? Wanneer ga je het inkopen? Dat zijn eigenlijk allemaal planningen die je dan voor jezelf maakt. Nou, ik begin hier al met een beetje een rode tape, zodat ik weet van, oh, de kerst komt eraan. Wanneer je de content voor januari gaat plannen en wat je dus allemaal voor acties gaat maken. En die acties, die staan bij Pepijn, bij jou op tafel. Dus dan kunnen we gelijk even laten zien wat je bijvoorbeeld kunt doen. Ja, ik ben er. Ik moest even iets beantwoorden. En Jasmijn zegt, zo lekker hoe gestructureerd jij bent, Cyril. Ja, dat is toch heerlijk. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Nou, vertel, ik ben je lieftallige assistent. Wat wilt u dat ik doe? Nou, er staat rechts van jou en links eigenlijk voor de kijkers, staan een aantal producten. En dat zijn de producten die ik uitgekozen heb, waar mijn aandacht op gaat richten. Dus de kleine lotion. En dan zie je de kleine lotion zie je ook al staan. En je ziet hem ook al ingepakt staan, dus op deze manier. Daarbij ook de olie. En de olie staat in het midden. En er zijn 2 soorten olies. Een klein olietje en natuurlijk de cashmereolie. En ook al ingepakt neerzetten, want ook al het papier, al het materiaal, dat moet bij elkaar kloppen. Dat heeft dan ook weer te maken met branding, zoals je al wel eens eerder van me hebt gehoord. En als je dat allemaal van tevoren al uitbedenkt, dan creëer je ook een eenheid. En die eenheid die straalt dan weer professionaliteit uit. Nou, dat zijn dus de lotion. En alles is geprijsd. Alles is geprijsd, helderheid naar de klant. De klant hoef je ook niks meer te vertellen. Dus dat moeilijke verhaal over prijzen kun je ook skippen. En de klant kan zelf kiezen. En de olies heb ik dus ook bewust de 2 neergezet. Eén wat luxere en de ander een wat kleiner maatje. Heeft ook te maken met een detail wat ik zo meteen nog laat zien, wat echt wel kerstgevoelig is. Nou, dan de Intense Cuticle Cream. Een heel mooi klein potje. Ook al lief en schattig ingepakt. Natuurlijk een leuk cadeautje om te geven. En het vuiltje. En dat vuiltje heeft natuurlijk verschillende vuilstrips. Hè. Het is een hygienic file system, maar dan voor de klant, wat ze altijd bij de hand kan hebben. Een super simpel kleinigheidje, wat ook al natuurlijk als een schoencadeautje gebracht kan worden, maar ook als een klein detail ergens bij. En bovenaan uiteraard de gift voucher. En naast wacht even, ik moest deze nog laten zien. Oh ja, daar zit hij. Het prijsje viel er vanaf, mijn excuses. Ook weer helemaal mooi matchend. Ja. En daarboven dan de gift voucher. En daarnaast is dat boekje. Want het boekje is al in met een strik eromheen ingepakt. Dit boekje is echt jouw hulp om meer bekendheid te geven aan de seduction. En om extra leuk in te pakken bij welk product dan ook. En als we dan naar de rechterkant toe gaan, dan zie je dat al die producten al ingepakt klaarstaan. Want verkoop moet snel gaan. Zeker in de drukste tijd van het jaar, dan heb je geen tijd om die cadeaus in te pakken. Dus je presenteert aan de ene kant wat je verkoopt. En aan de andere kant zorg jij ervoor dat achter de balie of achter je tafel of waar dan ook, dat je alles al klaar hebt staan. En dat je als de klant zegt, oh, ik wil dat. Dus ze wijst aan de ene kant aan van dat vind ik leuk. Dat jij het al zo in het tasje kan doen en het kan verkopen. We hebben speciale seduction tasjes, maar bij deze branding vond ik het magnetic tasje net wat mooier erbij passen. Ik vond het ook net wat mooier voor de kerst in het zwarte tasje. En ook die zou je natuurlijk allemaal, die kun je ook terugvinden op de website om aan te schaffen. En op die manier kun je het aan de klant presenteren. De grote cadeauboxen is natuurlijk het ultieme cadeau voor de feestdagen, maar is ook een heel mooi cadeau bijvoorbeeld voor een personeelslid te geven.
als kerstcadeau. Dus benader bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Daar werken ook veel vrouwen. Of een scholengemeenschap. En bied het ook aan als een kerstpakket. Want het zit al meteen in een hele mooie, doos. En op die manier kun je natuurlijk het product ook verkopen als een luxe, professionele home treatment. En wil jij dat de klant ook naar de salon toe komt, dan zou je ook kunnen zeggen dat je daar een gratis behandeling van de Seduction bij aanbiedt. Bijvoorbeeld dan een 1 maand cadeaubon voor de januari. Dus dan weet je dat die persoon ook echt in januari komt. En dan kun jij ook meer vertellen over deze producten. Ja, ik was even naar de comments aan het kijken. En het is natuurlijk nu heel breed uitgestald, hè? Want ik las wel in de comments, dan heb ik wel heel veel ruimte nodig. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik heel veel ruimte nodig heb om met jullie te kunnen praten en niet alles voor me wilde neerzetten. Want je kunt het natuurlijk heel mooi ook combineren. Persoonlijk vind ik de tip van etaleren wat je gaat verkopen of wat de mogelijkheden zijn en het al kant en klaar neerzetten echt geweldig. Want daardoor is natuurlijk de stap om het mee te nemen veel kleiner. En je kunt mooi de aandacht eraan besteden om het heel mooi in te pakken. En denk dan wel aan dat branding, om daar een bepaalde stijl of een bepaald gevoel bij te geven. Even kijken, waarom niet in een seduction tasje, vraagt Gemma. Nou, we hebben hier natuurlijk een hele mooie glanzende metallic folie. Dat is misschien net iets kerstiger, maar het kan natuurlijk ook in een seduction tasje. Zeker, ja hoor. Dat mag je natuurlijk ook helemaal voor jezelf kiezen, hoe jij dat helemaal mooi vindt. En inderdaad, als het allemaal maar klopt en bij elkaar past en vooruit bedacht is, zodat jij heel makkelijk je verkoop daarop kunt richten. Nou, natuurlijk is alles inpakken, dat neemt ook tijd in beslag. Al dat materiaal, dat kost ook geld. Dus op deze manier is het ook extra interessant om juist de producten met die 20% korting aan te schaffen. Omdat je dan heel makkelijk ook dat materiaal er allemaal in verweven hebt. Dus ja, deze maand is natuurlijk de Seduction Line met 20% korting in te kopen. En maak daar dan ook gebruik van, zeker met aankomende feestmaand. Slim om te doen. Er wordt door Maggie Michielsen gevraagd, wat is de verkoopprijs van de scrub en de lotion? Nou Maggie, we hebben een speciaal, dat heeft Cyril gemaakt, een prijslijstje van Seduction producten. En het is een retail prijslijstje. Die hebben we ook in de winkel liggen. Volgens mij hebben we hem ook digitaal op een gegeven moment in de groep geplaatst. Ja. En daar kun je kunt hem ook even bij Katri aanvragen. En als je daar dan op gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat de scrub kost €29,95 voor de eindklant. En het volgende product waar je om vroeg was, ik moet even kijken, de lotion gaan we even opzoeken, 50 ml, €12,95. En de wat grotere, 250 ml, €29,95. Kijk, is toch handig? En ik heb ook nog een vraag, waar komt die display vandaan? Het is echt geweldig handig. Ja, ik moet zeggen, Jasmijn, dat ben ik wel met je eens. Maar Cyril, volgens mij heb jij een loods met display accessoires. Ja, het is een zooi bij mij op zolder, inderdaad. Maar ik tover elke keer weer iets anders vandaan. En hij komt van de IKEA. Hij kan ook weer uit elkaar. En het zit nog in de doos, dus ik kan eventjes de code opzoeken. En dan zal ik de foto wel plaatsen bij Nail Talk Live om het te laten zien. Maar daar komt hij vandaan, van de IKEA. Nou, volgens mij kun je altijd alles vinden. En aan het eind, als je zoekt, bij de IKEA. Ik zag dat jij je handdoekje weer aan het nat maken was. Ja, zometeen wil ik nog wat verder er doorheen lopen. Even nog terug naar wat nog meer is met de feestdagen. Dat is natuurlijk ook het moment voor de kerstpresentjes voor de klant. Dus denk ook daar eens over na. Van wat ga je nou je klant geven? Ik ben benieuwd of dat jij zelf ook altijd aan een kerstpresentje doet. En wat je dan aan de klant eerder al gegeven hebt. Ja. Dus zouden we dit even een momentje kunnen nemen voor wat huiswerk? Jazeker. Ja. Is dat handig? Ja, ga je gang. Want het is al bijna, we zijn al een uur verder. Oh, en dat is snel. Gemma zegt, jij zoekt zo'n etalaar of een etalaire. Nou, ik moet niet zo gek doen. Ik word meteen gestraft. De seductionprijs staat ook in de groep op Facebook. Ja, Teuntje, die hebben we er wel neergezet. Maar het kan zijn dat die intussen wat verder naar beneden is gekomen. Misschien dat we morgen nog even kunnen uploaden. En ik ga even het huiswerk doen. Het huiswerk, als jij mee wilt doen aan deze workshop, de geweldige workshop van Cyril, dat bestaat uit 3 delen. Je hebt 3 decemberacties. 1 actie verkoopgericht, 1 actie behandelinggericht en 1 actie een presentje voor de klant. Daar gaan we het zo direct nog over hebben. Dus
verkoopgericht, behandelingsgericht en een presentje voor de klant. Cheryl, zou jij dat even kunnen uitleggen? Wat je daarmee precies bedoelt? Die drie, hoe wil je dat zien, die drie? Ja, dus de behandeling, hoe maak jij eigenlijk de seductionproducten kenbaar bij jou in de salon? En welk detail ga jij toepassen? Dus aan het begin of aan het eind? Of wellicht heb jij een ander idee dat je seduction introduceert of de kenbaarheid aan geeft? Dus wat bied jij daarvoor aan en wat kost dat? Dus welke behandeling? Waar richt jij je op qua verkoop, maar maak vooral ook je content daarvoor. Dus hoe presenteer je het, hoe zet je het neer, zoals ik het bijvoorbeeld op deze display van de IKEA heb gedaan. Hoe ga jij het neerzetten en hoe ziet dat er dan uit? En dat is huiswerk wat je dan nu voor mij maakt, maar eigenlijk maak jij het alvast klaar voor jouw klant. Hè? Hoe maak jij dat kenbaar naar je klant? Dit is wat ik heb, zo ziet het eruit, dit kost het en dit is het ultieme kerstcadeau. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. En naar Studio Maaike vraagt, moet je presentje van seduction zijn? Ja, in deze context denk ik wel. Ja, het is hè? Natuurlijk leuk om te laten zien hoe het presentje met seduction, hoe jij dat aankleedt. Daar ben ik wel extra benieuwd naar. Maar ja, ik ben ook wel benieuwd naar andere inspiratie. Ik ben benieuwd wat jij daarvoor hebt dan. Wees creatief. Dat is hier de sleutel. En uniek. Nou, als je nou je huiswerk gaat maken, dan weten jullie natuurlijk wat de regels zijn. En je hebt 2 weken de tijd om je huiswerk te maken. Dat wil dit keer zeggen tot, ik heb mijn bril niet op, 7 november. Kun jij je huiswerk maken? Looit het dan op via het album wat je kunt vinden. Het album dat heet Seduction. En dat vind je natuurlijk in... Stuur alleen je huiswerk in via de link die in het album Seduction staat. En het album vind je in de groep. Het gaat een beetje klungelig, maar dat komt omdat de grote televisie uit is. En ik nu met heel veel pijn en moeite met mijn ogen zit te kijken. Zijn er verbeterpunten, wordt er contact met je opgenomen. En step-by-step foto's, misschien niet helemaal van toepassing, als er maar foto's worden gestuurd van dat huiswerk wat je hebt gemaakt. Nou, dan gaat Cheryl natuurlijk ook weer 3 prijswinnaars uitzoeken. En die 3 prijswinnaars, die ontvangen dit pakket. Nou, jullie zien het hier. Je krijgt om jezelf te verwennen lekker een grote fles masker en een 50 gram spotje van de Intense Cuticle Cream. Het mask brush. Dan hebben we het roze schort wat Cheryl ook aan heeft. Het seduction armsteun, de seduction mitten. En je ziet die vale zakjes, want daar gaat Cheryl zo direct nog wat meer over vertellen. Nou, prachtige prijs. Heb jij in ieder geval weer iets voor jezelf en iets om te gebruiken in je salon. Volgende week heb ik natuurlijk ook weer een hele leuke e-workshop voor jullie, want dan is het Halloween en dan is Jessica hier. We gaan de studio decoreren en we gaan helemaal los, maar daarover komt vanzelf meer. En dan staat alweer de maand november voor de boeg. En in de maand november heb ik weer verschillende leuke e-workshops voor jullie. We beginnen op 7 november met Syriza en dan gaat het over alle topgels van Magnetic. Dus alle topgels gaan we bespreken, want de topgels zijn het product van de maand. Daarna komt Demi en Demi gaat ons ook verrassen, want Demi gaat Christmas trends met ons doen. Dat is heel erg handig, want zij ziet dan meteen, heb jij meteen leuke kerstnail art die je ook kunt aanbieden, misschien wel in combinatie met seduction. Het duurt wat langer dat ik nu aan het praten ben, maar dat is omdat de grote televisie wordt aangezet. Op 21 november komt Luelle met Flake It Till You Make It. Nou, ze heeft die naam zelf bedacht. Maar ik ben heel benieuwd wat het betekent. Flake it till you make it. En de maand wordt afgesloten op 28 november met Jessica en de Concentrates. Hoewel ik hier misschien een andere verrassing voor jullie heb. Maar daar vertel ik later jullie wat meer over. Een hele bijzondere verrassing. Dan natuurlijk. Ik ben er weer, want ik kan het nu wel zien. Want mijn volgende slide gaat over het Nail Talk Live Event op 19 en 20 november in het Contact der Continenten in Soesterberg. Zorg dat je erbij bent voor een weekend vol inspiratie, gratis workshops, iedere dag 9 verschillende workshops, waaronder workshops van Cheryl. Maar je kunt ook heerlijk de tijd nemen om gezellig met Cheryl te gaan praten over jouw onderneming, je vragen aan haar te stellen en gewoon eens even te sparren met iemand die jou net even een stapje verder kan duwen. Natuurlijk nemen we de winkel met ons mee, we hebben demonstraties in de winkel, 's avonds hebben we voor de mensen die blijven overnachten een speciaal avondprogramma met daarin een quiz over Nail Talk Live. Gratis parkeren, gratis entree, gratis koffie en thee en met name heel veel gratis plezier.
Registreren kan via de site www.neiltalklife.nl. Moet je even registreren, zodat jouw badge klaar ligt als jij komt. Want dan het is wel handig, want dan herkennen we elkaar wat makkelijker. Natuurlijk kan dat ook nog ter plekke. En het arrangement kun je ook boeken. Ga ook daarvoor naar neiltalklife.nl voor alle informatie. En binnenkort krijgen jullie ook een hele interessante hot nieuws daarover. Ik ga even kijken. Het is deze maand nog 20% korting op het hele Seduction assortiment. Dat is al een paar keer genoemd. Maar vergeet niet dat tijdens het kortingsweekend op 19 en 20 november, mocht er nou een product zijn wat nu op is, wat je toch wil aanschaffen, ik zeg je, tijdens het kortingsweekend is dat er en heb je diezelfde 20% korting op het Seduction assortiment, zowel online als tijdens het event, als bij onze distributeurs. Natuurlijk krijg je geen korting op de nieuwe producten die we lanceren tijdens het event. Hoe ver ben ik? We zijn er, Cheryl. Want volgens mij heb jij intussen iets heerlijks in je hand zitten. Maar ik moest even mijn verhaaltje doen, want ik werd helemaal afgeleid. Nou, helemaal goed natuurlijk. Nou, goed om te weten, omdat ook tijdens het event die 20% korting is. Want wil je nou hier heel zuinig mee omgaan, dan zou je nu bijvoorbeeld al met die cashmereolie dat kunnen aanbieden naar de klant. En kunnen zeggen, nou, in december komt die, wil je hem bestellen? En dan weet jij al van tevoren hoeveel jij er gaat verkopen. En op die manier blijf je natuurlijk ook nooit meer met je product zitten. Dus dat zou een hele slimme zijn wanneer jij zegt, hé, maar ik wil nog wel even goed bekijken hoeveel ik aan wil schaffen. Dat je het gewoon vooraf al gaat verkopen. Dus dat zou ook een tip zijn om te doen. Ik heb inderdaad de lotion aangebracht, want ik wil even laten zien dat je helemaal niet veel nodig hebt. En als je de lotion gaat aanbrengen, dan kan je natuurlijk hup, hup, hup en eroverheen gaan. Maar je kan ook dat weer even mooi warm stempelen. De hand begeleiden. De klant laten ontspannen. Stempel op die hand. En dan eroverheen gaan, eventjes die warmte van je eigen handen meegeven naar de hand van de klant. En vaak in de wintermaanden hebben de klanten koude vingertoppen. En wat je dan kan doen, is eventjes een druk geven met jouw handen. En die druk voortzetten naar die vingertop toe, om die doorbloeding te laten verbeteren. Oh, dat is een goede tip. Dus even een lichte knijp en er dan van afhalen. En dat herhaal je een keer of drie. En dan ga je door naar de pink. Hè. Dus je ziet echt dat ik een drukkende beweging geef voor de goede doorbloeding. Ja, Grayson, jij vraagt, doe je dit dan zonder handschoenen aan? Ja, we hebben al eerder vanavond verteld dat dit een persoonlijke keuze is. Ten tijde van corona zijn we handschoenen gaan dragen. Nu kan het wel, maar kijk even de show terug van vanavond. Dan wordt dat allemaal uitgelegd door Cheryl. Ja, ik vind zelf het huid-op-huid contact het fijnste. Maar het is maar net waar jij jezelf nu fijn bij voelt. En ook waar de klant zich fijn bij voelt. Dus ja, tegenwoordig zou ik het ook even overleggen met de klant zelf inderdaad. Wat zij willen. Als je de hand omdraait, mee begeleiden. Even goed doorzetten. En wanneer je hem dan neerlegt, keurig afsluiten. Dus dat komt elke keer weer terug. Ja, nou dan gaan we door naar die kerstpresentjes voor de klant. Ik vind dat de leukste tijd van het jaar om toch even iets mee te geven aan de klant. En hoe leuk is het om dat dan ook weer even met extra aandacht te doen. Want juist die aandacht geeft dat fijne gevoel. En dat het gewoon een cadeautje is dat die klant het hele jaar bij jou komt. En dat zij het hele jaar door van jou die mooie nagels heeft gekregen. Nou, daar heb ik dan wat voor bedacht. Dit jaar heb ik gekozen voor de plexiglazen kerstbal. Om zo een mooie kerstboom neer te zetten en daar al die ballen al in te hangen. Nou, zo zou je het als kerstpresentje kunnen presenteren. Maar het kan natuurlijk ook dat je het op die manier als verkoopproduct presenteert. Dat de klant het zo kan aanschaffen om het zo zelf in de boom te hangen als cadeautje voor haar familie of vrienden. Nou. Het hangt niet in een boom, maar ik hoop niet dat ik hem laat vallen. Tada! Ja, het zijn verschillende. En de kleine olie, die past er precies in. Ja, en daar was toevallig ook een vraag over. Dit is namelijk de gewone Magnetic Cuticle Oil Peach. En wat is daar het verschil met de Seduction olie? Nou, de samenstelling is iets anders. Seduction olie is puur natuur. En hier zit ook wat paraffine in. Dus dat is wat meer optisch, dat ligt wat meer aan het oppervlakte. Maar sommige mensen vinden de geur heel erg prettig. Dus dan heb ik die vraag ook meteen even gehad. Maar kijk eens hoe leuk dit eruit ziet. Kunnen jullie het goed zien? Wacht. Dit hoort natuurlijk niet. Hallo. Hier hebben we dit dus. Dat is toch leuk?
als je dat gewoon bij jou thuis, als je surpriseavond hebt of kerstavond, gewoon allemaal in de kerstboom hangt. Of de Intense Cuticle Cream. Ja, je kan het in de boom hangen door te laten zien wat er allemaal in zit. En je kan natuurlijk ook een versie hebben waarbij je het al ingepakt hebt, om het zo ook te laten zien. Dus ik heb een paar voorbeelden niet ingepakt en een aantal voorbeelden wel ingepakt, zodat het echt een cadeautje is. Die draait flink. Die net wat extra ingepakt is. Ja. En ook zo kun je het natuurlijk heel mooi displayen. En daarnaast heb ik dan die organza tasjes. Die vind je ook in de webshop. Ze zijn in 3 verschillende maten. Nou, die zijn echt perfect om gewoon net een extra touch te geven. En hier zit dat vuiltje in. En dat zou je natuurlijk ook heel leuk zo kunnen presenteren. Maar ook in de boom kunnen hangen. Nou, alleen al zo'n leuke schaal met die sneeuw. Ik ga weer naar achter. Nou, het heeft dus eigenlijk helemaal met elkaar te maken. Sterker nog, ik zeg wel eens, al geef je de behandeling niet, dan nog kan dit product het perfecte verkoopproduct zijn in jouw salon. En dat de klant het dus thuis kan gebruiken. Er zijn namelijk een heleboel klanten die de weg naar de salon nog niet gevonden hebben of niet willen. Ik heb heel veel klanten die zeggen, ik doe de nagels van mijn moeder. Dat je op die manier toch iemand de mogelijkheid geeft om met professionele producten thuis die home spa aan te bieden. Dus dat zou een hele mooie content zijn om het zo aan te bieden naar je klanten toe, dat je wel ook die verkoop daarvan hebt. Nou, en de Seduction Box, daar zitten verschillende producten in. Daar zit een lotion in, daar zit een mask in, daar zit een scrub in en daar zit een olie in. Het zijn 4 producten en de box verkoop je voor €69,95, wat natuurlijk goedkoper is dan wanneer je het los zou aanschaffen. De box staat volgens mij bij jou, hè Pepijn? Misschien ja, maar er is ook een vraag. Ik ga naar de box toe. Er is ook een vraag, Cheryl, over waar haal je die leuke kerstballen? Oh, zou ik even na moeten kijken. Ik heb het gegoogeld en toen kwam ik bij een leverancier uit die ballen verkoopt. Ja, hier heb ik hem. Kijk, hij is dus ook geprijsd. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, want dit is meer een beetje improviseren. Maar hier zit het prijsje. En dan hebben we hier de box. Wil je dat ik hem open doe? Ja. Kijk, een totaalpakket. Heel mooi verzorgd. Er zit ook een formulier bij voor de stappen. Het is natuurlijk een prachtige presentatie en meteen een mooie box om de producten in te blijven opbergen. En dit is natuurlijk een hele mooie doos voor onder de kerstboom. Dus kijk mee. Als je de manicurebehandeling toch helemaal van A tot Z zou willen doen, dan start je eigenlijk met die badbomb. Daarna ga je scrubben. Na het scrubben ben je de mask aan. Dat pak je in, maak je luchtdicht en maak je warm. En op het einde kun je die mask nog inmasseren en dan kun je daar de massage mee doen. En sluit je hem af met de lotion om de behandeling heel mooi mee af te sluiten. Dus vandaag hebben we de stappen eigenlijk allemaal apart gedaan. Maar naast elkaar heb je natuurlijk die totale manicurebehandeling. Ja. Nou, dat is weer leuk, hè? Dus we hebben die hele manicurebehandeling hebben eigenlijk in zijn totaliteit doorgenomen. Maar de focus lag dus eigenlijk vanavond over bij het in delen aanbieden. En zo langzaam maar zeker je behandeling te upgraden. En je zorgt er dus voor dat jouw klanten iedere keer worden blootgesteld aan een seduction product. Waardoor natuurlijk ook de drempel om het aan te schaffen veel lager is. Hetzelfde als dat je naar de schoonheidsspecialisten gaat. Die vertelt je ook waarom ze welk product gebruikt op welk moment. Nou ben ik weliswaar zo iemand die dan vervolgens aan het eind van de behandeling zegt, doe maar alles. Maar als je dat gefaseerd doet, dan weet de klant ook goed wat ze ermee moeten doen. Want op een gegeven moment had ik mijn serum aan te brengen voordat ik ging scrubben en zo. Dat is niet helemaal handig. En ik denk ook dat daarin veel klanten een beetje misschien ook zo zijn. Cheryl, het was echt heerlijk. Ja, op deze manier hebben we eventjes een mooie go-through door alle producten. En inderdaad, wanneer je er wat meer vanaf wilt weten, de link komt dan op de site te staan. Kijk de aflevering terug van 18 januari. En wil je de totale behandeling van A tot Z zien, dan is die van mei vorig jaar. En dan zie je de hele behandeling. En mij. Maar je kunt gewoon, ik schrijf het op. Ik schrijf alles op. Je kunt gewoon natuurlijk naar YouTube gaan, ons kanaal Magnetic Nail Talk. Magnetic Nail Talk. En dan moet je natuurlijk abonnement of abonnee van worden. Maar dan kun je in de zoekbalk bovenin zoeken. Als je dan gewoon intoet Cheryl,
dan kom je waarschijnlijk al een heel eind, hè, Cheryl? Ja, zeker. Dan komt alle seduction komt gelijk omhoog. Samen ook met de business coaching. En dat is eigenlijk wat we vanavond gedaan hebben. Hè. Je presenteert het met elkaar. En ik wil je vooral laten nadenken van het product presenteren naar je klant. Om zo natuurlijk de kerstverkoop omhoog te halen. Ik ben benieuwd. Ik heb een hele interessante vraag van Jacqueline. Van Jacques Berg. Zij zegt, zou ik mogen vragen, natuurlijk, wat de houdbaarheid is van de producten. Ik begin namelijk eind november helemaal opnieuw, dus opbouwklanten zal nog wel even duren. Wel spannend trouwens, veel succes. Maar ik zou het toch graag vanaf het begin willen introduceren. Nou Jacqueline, we hebben ervoor gekozen om de seduction producten een minimum, ja hoe moet je dat nou zeggen, een opening te geven. Zo'n period after opening. Dus als je ze gesloten houdt, zijn ze 30 maanden plus houdbaar. Maar als je ze eenmaal hebt geopend en bent gaan gebruiken, dan hebben ze een period after use van 6 maanden. Dus binnen 6 maanden moet je het dan opmaken, opgebruiken. Dus dan zou ik in het begin niet in hele grote verpakkingen investeren, maar juist in wat kleinere. Of juist het bij alle klanten toepassen, zoals Cheryl dat uitlegt, in die kleine gefaseerde stukjes. Want dan kun jij er dus voor zorgen dat je altijd je product opmaakt voordat je het volgende product aanschaft. En zo kan dat vanzelf ook in volume toenemen, als dat een beetje logisch klinkt. Cheryl, ik zie je ook klaar zitten met een pot. Ja, dan nou mocht je dat nou vergeten zijn, dan kun je dat ook altijd zien achter op de pot. Daar staat eigenlijk het dekseltje, na opening 6 maanden houdbaar. Dus dan kun je het heel goed zien en ook adviseren aan de klant hoe lang ze daar mee kan doen. En je merkt het gauw genoeg, hoor, als een product niet meer goed is, dan wordt de geur anders en dat merk je eigenlijk gelijk op. En je kunt natuurlijk ook voor jezelf bepalen dat je de scrub al aan de klant meegeeft. Dit is simpelweg een sambalpotje en natuurlijk ook weer met jouw eigen reclame erop. En dat je dat aan de klant mee kunt geven om thuis nog eventjes te scrubben. Ook dit zou natuurlijk een standaard iets kunnen zijn. Als je jezelf op een bepaalde positie wilt neerzetten. Dat je dat standaard meegeeft aan de klant. Nog even een lekkere scrubbehandeling voor thuis. Dus je kan de klant er op deze manier mee bekendmaken. En die geur, dit is echt wel een typische geur van het product. Dan herken je gelijk van dit is een seduction product. Ja, ik wilde nog even inhaken over die period after opening. Hoe donkerder en koeler je je product bewaart en hoe minder je het met mogelijke... Dus hoe hygiënischer je het gebruikt, dankjewel voor het vinden van dat woord, gaat goed vandaag. Ik was heel druk vandaag en ik merk dat ik misschien ook een beetje druk ben in mijn hoofd. Maar je period after opening is minimaal 6 maanden. Maar zorg jij ervoor dat je heel hygiënisch werkt, dus niet met je vinger in de pot gaan, maar met een spatel. Dat het koel staat en dat het donker staat, want zonlicht, dat veroudert heel erg sterk. Dus als het wat donkerder staat, dan kun je dat makkelijk verlengen. Alleen wij moeten een minimale lengte of duur aangeven. En dat hebben we op die manier gedaan. Het zijn natuurlijk allemaal natuurlijke ingrediënten. Hè? Puur natuur. Seduction is puur natuur. Dus dat heeft ook een beperkte houdbaarheid inderdaad. Jacqueline, hele goede vraag van jou. Dankjewel. Ja, heel veel succes ook Jacqueline met de opbouwen. En ik ben ervan overtuigd dat dat heel snel kan gaan. Want de wachtlijsten zijn eigenlijk best wel lang bij die salons. Dus jij hebt dat heel gauw weer op poten staan. Weet ik zeker. Teuntje vraagt hoe je het spateltje van de scrub schoonmaakt. Ja, de spatel van de scrub kun je eigenlijk onder de kraan houden. Maar vaak hou ik hem enkel langs een handdoek om het snel weer op te bergen. En ik ben hem kwijt. Oh, hier is hij. Dus je pakt een schoon en droge handdoek. En daarmee maak ik hem verder droog. Tussen de vingers door. Over het algemeen komt hij verder ook niet meer in de pot te liggen, maar gewoon op die beschermlaag. En dan kun je hem weer afsluiten. Ja, dus en ik kan me vragen waarom wij de scrub niet in kleinere verpakkingen hebben. Nou, dat komt omdat ik eerst andere prioriteiten had. Maar het zit in mijn achterhoofd. Ik vergeet niet zo snel dingen. Maar eerst even wat andere prioriteiten. En dan gaan we weer kijken. De scrub die is op zich best wel lang genoeg houdbaar om hem op te maken. Je hebt er inderdaad niet veel van nodig. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik zelf vind de scrub ook zeker in deze winterperiode heel erg fijn voor mijn onderbenen. Je ziet toch vaak die droge onderbenen. En zeker wanneer je dan je skinny jeans uit
uittrekt, dan sneeuwt het bijna in de badkamer. Geen goed teken. Dan is het echt tijd voor een seduction treatment. En ook dus heerlijk onder de douche voor de onderbenen. Ik zou het zelf niet gebruiken op het gezicht. En wees wat voorzichtig bij de décolleté. Daar is de huid toch altijd wel wat dunner. Maar voor de rest van het lichaam is ook de scrub heel goed te gebruiken. Ja, ik vind het ook heel fijn om mijn armen daarmee te scrubben. Ja. Want mijn armen worden ook ontzettend droog in de winter. En dan zie je ook mijn tattoos minder mooi. Dus als ik het scrub, dan wordt het helemaal weer glad en verzorgd. En ja, dan wordt het gewoon weer heel mooi. Ja, en zeker die bijenwas die erin zit, die geeft dat beschermende laagje. En dat zie je direct. Ja. Cheryl, was dat de content voor vanavond? Dat was de content voor vanavond. Oh my goodness, de tijd is voorbij gevlogen. Ik heb ook werkelijk geen idee hoe laat het is. Och, het is al 9:50. Oh, jeetje. Dat betekent dat ik natuurlijk nog even de winnaars bekend moet maken. Dus Cheryl, ik neem hem weer even naar mij toe. Want ik heb natuurlijk de winnaars. En dat betekent ook dat ik even mijn notities erbij moet pakken. Want, ja, sorry. Dat moet ik even wel goed doen. Want we hadden natuurlijk 2 weken geleden de Vampcat Workshop van Magda. Magda uit de UK, onze distributeur. En de opdracht was, maak 3 designs die Magda heeft laten zien. Zoals de kat, de spin en het huis. En Magda die was in veel contact met Jessica voor alle inzendingen. En die heeft het volgende te zeggen. Ik doe het even in het Engels en daarna een snelle recap in het Nederlands. First, a wee message to everybody that to everyone, if that's possible to say. Thank you all for participating in the e-workshop. Dus iedereen heel erg bedankt voor het meedoen. I'm absolutely overwhelmed by the numbers of views, your messages and mostly your homework. Het was echt, ze is helemaal onder de indruk van hoeveel er is gekeken, de messages die ze heeft gekregen en het huiswerk wat jullie hebben ingestuurd. Huge well done to all of you. It was a pleasure to see all of your creations and I do hope you will keep practicing and offer your designs to your clients. Dus super goed gedaan allemaal. Ze vond het echt een plezier, heeft er echt van genoten om te kijken naar jullie creaties en ze hoopt dat jullie het ook echt blijven oefenen en aanbieden aan jullie klanten. Thank you again for having me and wish all of you success. Dus ze wens iedereen succes. Maar dat wil niet zeggen dat we niet natuurlijk 3 personen hebben uitgekozen die een hele mooie prijs winnen. Ik ga even de feedback geven van de eerste winnares. Over deze winnares zegt Magda, fantastic work, excellent standard in both technical and creative levels. Dus prachtig werk, geweldige standaard, zowel technisch als creatief. Absolutely beautiful painting, heel mooi geschilderd. Great choice of the background, goed gekozen achtergrond. Made the set nice and playful, the eyes of the spiders are just spot on. Dus door die achtergrond wordt die set leuk en een beetje speels. En de ogen van de spin zijn helemaal spot on. En het spookhuis invites for most spooky Halloween experience. Dus het spookhuis inviteert je voor een Halloween experience. I would definitely wear this set. Nou, dat is natuurlijk het mooiste compliment. Magda zegt, ik zou dit echt dragen. Goed gedaan. En dat is gemaakt door Dunja. Van harte gefeliciteerd met jouw prachtige oranje, dat kon ik niet zeggen in het begin, maar jouw prachtige oranje inzending. Van harte gefeliciteerd, Dunja. Nou, super gedaan, super gedaan. Dan hebben we nog iemand. En daarover zegt Magda, the house, the trees. Wacht even, doe ik het goed? Ja. Oh. The house, the tree, shades and details, so creative, fantastic work. Dus het spookhuis, de boom, de schaduwen en de details zijn geweldig. Zo creatief, fantastisch. Beautifully executed spider and vamp cat. Dus mooi uitgevoerde spin en vamp cat. Heel erg mooi en super clean work. Well done. En dat zegt zij over de volgende inzending, namelijk Annabella Kunha. Annabella, congratulations. Van harte gefeliciteerd met jouw inzending. Super gedaan. Congratulations. Gefeliciteerd. En de laatste inzending is iemand die zat te kijken toen net. Ik hoop dat ze nog zit te kijken. Want het moet altijd uit mijn comments. Wil ik dit kunnen vertellen. Want het is een andere. Maar goed. Hierover wordt gezegd. Een beautiful set. Neat and clean with cool color combination. Dus een prachtige set. Scherp, schoon. Met een hele coole kleurcombinatie. These should really sell easily in the salon. Deze moeten heel makkelijk verkopen in de salon. Really nice and sharp lines, well done. Dus super mooi, scherpe lijnen, goed gedaan. En dat wordt gezegd over de derde winnares van vanavond. En dat is Gemma. Gemma Rademaker, van harte gefeliciteerd. Alle 3 van harte gefeliciteerd. Super goed gedaan, super leuk gedaan, super speels gedaan. Ja, echt, was een leuke e-workshop. Natuurlijk samen met Magda, maar het was ook super leuk, al jullie inzendingen. Van harte gefeliciteerd. En wat hebben jullie dan gewonnen?
Dat is natuurlijk deze mooie prijs, Extreme Matte, de Blueberry Liner Gel, het Detailer nummer 1 penseel, Magic Pigments, nou, de White as White Gel Polish. Dit wordt deze week naar jullie toegestuurd. De adressen zijn natuurlijk bekend bij Katri, want die regelt dat het allemaal gaat gebeuren. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Wil jij nou ook meedoen met de wedstrijd, of de wedstrijd, met het huiswerk voor Cheryl? Dan zal ik dat nog eventjes herhalen voor jullie. Maak even een screenshot. 3, 2, 1, screenshot! Jouw decemberactie op verkoopgebied. Jouw decemberactie als behandeling. Toegevoegde waarde. Wat is het extraatje, welk detail van de seductionbehandeling geef jij jouw klanten? En jouw decemberactie een presentje voor jouw klant. Maak daar content voor, creëer dat samen en stuur dat in. Vat ik het zo goed genoeg samen, Cheryl? Ja, perfect. Dat is precies de bedoeling. Dan hebben ze 2 weken de tijd tot 7 januari. Stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Seduction. Zijn er verbeterpunten? Neemt Jessica contact met je op. Maar je kunt natuurlijk ook altijd advies vragen direct bij Cheryl. Want dat vindt Cheryl helemaal niet vervelend. En doe je dat, zoeken we 3 winnaars uit. En die krijgen dit prachtige Seduction pakket thuisgestuurd. Voile zakjes, je ziet er 1. Jullie krijgen er meer. De handschoenen. Het schort, de handsteun of de armrest, een lekkere fles Seduction Mask en die heerlijke Cuticle Intense Cream om lekker te genieten daarvan. En het zei misschien 7 januari, ik bedoel natuurlijk 7 november. Dankjewel Veronique, zo gaat het alle kanten op. Cheryl, ik geef toch nog 1 keertje jou het woord en Gemma zegt zojuist, woehoe, super blij mee, had het echt niet verwacht. Nou Gemma, super goed gedaan. Echt super cool voor je. We gaan terug naar jou. Ja, wat een heerlijk pakket hè, om te winnen. Helemaal gehydrateerd ben je dan. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie inzendingen, naar de punten die jullie gaan maken voor de perfecte december. En wil je er wat meer informatie over, dan gaan we elkaar natuurlijk zien, ook tijdens het Nail Talk Live event. En zet hem op met dit mooie product in jouw salon voor extra omzet en natuurlijk voor heerlijk zachte handen. Succes! Ja, lekker van gaan genieten en zorgen voor dat je tijdens het event natuurlijk op 19 en 20 november komt. Dan kun je even sparren met Cheryl, eventueel met mij en de andere trainers. En we maken er dan een heerlijk weekend van. Aanstaande woensdag gaat het in Nail Talk Live, gaat het dan al over de breuken? Ik heb altijd mijn boekje bij me. Ja, ik kan niet zonder mijn boekje. Heb jij nou je magazine al? Als je het magazine nog niet hebt, even een mailtje sturen naar info@nailtalklive.nl. Maar het gaat aanstaande woensdag, ik zie het. Er staat ook een seduction afbeelding bij over prijs, snelheid en perfectie. Dus dat is ook echt iets om mee te kijken. En anders natuurlijk vrijdag de internationale show Boordevol Inspiratie. En aanstaande maandag Halloween Party met onze enige echte eigen Jessica hier in de studio. Ik vond het een ontzettend leuke avond vanavond. Ik heb er ontzettend van genoten. Ik wil Cheryl heel erg bedanken. Ik wil je model heel erg bedanken voor het genieten van de seduction behandeling. Dus misschien... ja, moet zij dan ook met jou bedanken. Ik wil Gil heel erg bedanken achter de scherm, die er toch maar weer voor zorgt dat ik het uiteindelijk kon lezen op het scherm. En ik wil jou natuurlijk bedanken, want voor jou maken we deze e-workshops iedere maandagavond weer. En doen we alles wat we doen. Het was een heerlijke avond. Wij sluiten af natuurlijk met Seduction. Dus tot snel, tot Nail Talk Live.